Johan Poppen was journalist bij de Winschoten Courant. Hij was gekend om zijn ondubbelzinnige commentaren en rake beschrijvingen. Hij was tevens medeoprichter van het Winschoten Stadsjournaal. Hij overleed in 1991. Ter nagedachtenis aan hem werd in hetzelfde jaar de Johan Poppenprijs ingesteld. Een prijs voor een persoon, vereniging of stichting waarmee dienstbaarheid voor de samenleving werd beloond door toekenning van de prijs. Na de gemeentelijke herindeling werd besloten te stoppen. Op zaterdag 17 september werden tijdens de slotbijeenkomst alle winnaars van de prijs nog eens voor het voetlicht gehaald. Ondanks het stoppen van de Johan Poppenprijs wordt er vandaag nog eens teruggekeken. Wat is de aanleiding? De Johan Poppenprijs is in 2009 eigenlijk zomaar gestopt. Winschoten als gemeente ging op samen met Reiderland en Scheemda in de gemeente Oldambt. En na die van 2009 is die prijs niet meer doorgegaan. Heeft geen vervolg gekregen. En wij vonden dat we er eigenlijk op een goed moment, op 17 september, de sterfdag, 25e sterfdag van Johan Poppen, nog een mooi, goed einde aan moesten maken. Ging er ook wel eens iets mis? Nou, ging er iets mis. Voor mezelf, ik kan me één keer herinneren toen we Jan Koetje gingen halen bij Royal York tegenover het station. En dat gebeurde met de politieauto bestuurder Jacob Brink, dat ik meeging. En dat toen Jacob weer wegreed bij de kerk, toen kwam ik erachter dat mijn speech, mijn toespraak nog in de politieauto lag. Ik denk, hoe los ik dit op? Jacob kon net op tijd bereiken en de speech was net op tijd weer terug in de kerk. Nou heb jij het boek uitgereikt aan alle prijswinnaars. Wat is de lijn van het boek eigenlijk? Wat staat er precies in? Alle uitreikingen worden natuurlijk uitvoerig beschreven. Er staan veel foto's in om nog eens een keer die momenten terug te halen. En het gaat natuurlijk vooral over de winnaars, die 19 winnaars. Die natuurlijk heel verschillend waren. Het ging over sport, het ging over cultuur, de brandweer heeft hem gehad, de stichting Oud-Winschoten. Dat zijn allemaal verhalen op zich, maar allemaal over de mensen die uiteindelijk de Johan Poppenprijs in ontvangst hebben genomen. En de geschiedenis staat er natuurlijk in. Hoe het ontstaan is destijds bij Radio Winschoten. Want laten we niet vergeten, vrijwilligersinitiatief van de lokale omroep, dat uiteindelijk uitgegroeid is tot iets heel groots 19 jaar lang. De naam Johan Poppen is natuurlijk vaak genoemd vandaag. Hij werd altijd gekarakteriseerd als iemand die hele rake beschrijvingen had. Maar u bent jarenlang met hem getrouwd geweest, dus u kent hem eigenlijk persoonlijk. Hoe zou u hem omschrijven? Nou, Johan was een heel getalenteerd mens. Stond voor iedereen open. Dacht niet aan rang of stand. Ja, en was ontzettend creatief. En de krant, dat was zijn kind. Voordat hij mij had, was dat het belangrijkste in zijn leven. Nou, heeft men teruggekeken vandaag. Ja, u kijkt ook een beetje met weemoed misschien wel terug. Vond u het ook een emotionele gebeurtenis? Ja, in het begin in de voorbereiding niet. Omdat je dan druk bezig bent met organisatie. Maar aan het eind een beetje kreeg ik toch wel een beetje knikkende knieën. En werd ik toch steeds meer geëmotioneerd door ook de wijze waarop de mensen reageren en waardoor je dus merkt hoezeer men het op prijs stelt dat we dit dus nu nog na 25 jaren hebben gedaan als afsluiting. En natuurlijk omdat het ook nog de sterfdag van Johan is.